Nou, dit was een heel lef. Hetzelfde, waar je zegt, ja. Dus een tekening, ook apparaat. Hier heb ik ook nog, zie ik nu, geplakt. Oh ja, en ja. En ik teken met krijtjes dus, okay, met krijtjes. Ja. En hier zit ook plakwerk onder. Eerst zeg maar potlood, daarover die aquarel, dat doe ik nog steeds. Acrylverf en dan met krijtjes en ik zie dat ik hier ook geplakt heb. Okay, maar die krijtjes, zou je juist op een staal krijt of olie? Geen zachte krijtjes, harde krijtjes. Oh, ja. Ik zal ze daar laten zien. Oké. Okay. Ja. Weet je wat het leuke is hiervan ook? Het kan eigenlijk nooit fout, want bevalt het je niet. Die gaat weer overheen, die corrigeert wat. Het werkt gewoon heel ontspannen. Maar deze heb ik toen ook gemaakt vorig jaar voor. Die heeft Marjan ook op de... Lief zijn jij? Ja. Hetzelfde idee. Super. Ja. Sommige vallen beter uit dan de andere. Dit is een hartstikke mooie. En nou, dit jaar dus, laatste jaar van de academie, en dan moeten we dus een collectie maken. En ik heb eerst geprobeerd, begin van dit jaar, om op een andere manier, met rodier erop, en dan laten we vrij schilderen, noem maar op. Maar dat was het niet, en ik ben bezig geweest met met de rakelschilderen, kwam ik hier. Ik zette mijn werkje neer, en het bleef heel stil achter me. Dus ik dacht van, oh jee, dat is niet goed. En ik zat echt in een dip. Ik wist niet meer hoe ik moest en wat ik kon. En toen ben ik toch maar weer teruggegaan naar mijn spoek. En ja, weer eerst niet al te groot. Ik heb er... Ja, deze hebben dus nu 8. En ik heb ze laten... Ze hebben allemaal paspoort gekregen, 4 inlijst. Deze is zonder glas nu. Oh, maar dat is wel mooi ingewijs. Ja. Dat is heel mooi ingewijs. Ja. 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 Kleuren, mooie kleuren. Ja. Vrolijk. En het is veel energie in. Ja. De beweging. Ja. Ik moet het hier weer zetten. En intussen dacht ik, want ik was eigenlijk de schilder altijd van het grote doek. Ik heb heel veel grote doeken gemaakt. Dat moet lukken, hè. Ik heb inmiddels dus grote doeken gemaakt. En dit is er eentje van. Ah, wauw. Dit is ook een schilderij waarvan ik net vertelde dat ik hem niet op gefotografeerd krijg. Dit groen, dat blijft blauw. Dus hier ben ik nog wat... in de oorsprong is het weer die blinde contour. Dus weer... ik kan ook best zijn dat ik hier een oud schilderij voor gebruik heb, want dat kan natuurlijk ook, hè. Mm-hmm. En daar is ook eens een keer overheen geklierd dat er een hoop rotzooi was, want dat is altijd wel. Ik begin vanuit rotzooi en uiteindelijk ontstaan er deze twee figuren. Ja, en dan ga ik net tekenen, maar wat ik dan nagelak erin, een horloge, dit soort gekke dingen. En volgens de blinde contourmethode heb ik dus nog wat erbij getekend dan. En zo heb ik er een stuk of 10 of zo. Zo, ja, super. Ja.